Een punt tegen Heerenveen dat is op zich niet slecht, maar er had meer in gezeten. Ja, er had zeker meer in gezeten. Als je kijkt vooral naar de tweede helft. Hoe we gewoon goed over de flanken er voorbij komen. Dan is net misschien de voortzetting misschien niet juist. Of is de bezetting voor het goal niet goed. Maar er zat zeker meer in dan een de punt, denk ik. We voelen ons sterk op een gegeven moment worden en dat meer kunnen worden, denk ik. Iedere keer die laatste bal, hè? Ja, iedere keer die laatste bal, ja. Is het uh, gebrek aan kwaliteit dat sowieso niet? Ik denk gewoon dat het gewoon is op het juiste moment lopen of op het juiste moment net die bal voorgeven. Ik denk dat het daarmee in zit. Jij mag vandaag na een uur komen voor, uh, voor Canon. Jij begint wel steeds meer een concurrent te worden in plaats van een vervanger hè? van hem. Ja, ik doe gewoon mijn stinkere best op de training. En uh, ook in de wedstrijden probeer ik alles te geven. En uh, ja, meer kan je eigenlijk niet doen, je doet gewoon je ding. En uh, ja, je moet de training gewoon zo moeilijk mogelijk maken. En dat probeer ik gewoon elke dag op de training. Wij constateren het, voel je het zelf ook? Ja, ik voel me ook st steeds uh, sterker worden in duel, zo'n duel als voetballend. En uh, ik voel me ook gewoon meer op mijn plek nu gewoon. En uh, het gaat gewoon allemaal nu wel gewoon prima en dan moet ik gewoon vast in touwen. Heb je daar een verklaring voor, voor die omschakeling? Een verklaring voor nee, hard trainen, um, je best doen en uh, gewoon goed rusten en et cetera. Je noemt nu een woord rust, dat zie ik ook voortdurend terug in jouw spel. Ja, dat zit wel in me. gewoon rust. Ja, ik had nu wel één bal, denk ik, die ik gewoon makkelijk weggaf op Lammers borst. Maar voor de rest vond ik wel dat ik gewoon een rustige partij speelde. Maar dat zit wel gewoon in me. Dat ik, uh, doe ik altijd. Dus nu ga ik niet eens veranderen om een bal weg te schieten of wat dan ook. Dan probeer ik het gewoon goed op de juiste manier, manier op te lossen. Hoe sluiten jullie de week na PSV af? Gevoelsmatig. Hè? Je hebt een punt in Arnhem, een punt hier, verder in de beker. Hoe is het gevoel? Maar dat gewoon een goed gevoel. Ik denk gewoon dat PC gewoon een incident was. Ik, het, het was gewoon een momentje dat we even verslapten. Maar ik vond dat we niet echt uh, na nog een probleem hebben gehad. Dit was het juiste antwoord? Dit is het juiste antwoord. Alleen drie punten was nog beter. Dus ja, op naar volgende week. Dankjewel, man.